Dag dames en heren. Ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen uit de afgelopen week even met u door. En vandaag doen we dat vanuit de Klinkenberghal in Sassenheim. Waar de praalwagens vol kakelverse bloemen alweer staan te pronken voor ze dit weekend het weg op mogen tijdens het traditionele bloemencorso. Vandaag in deze uitzending. Katten kruipen in raarste hoeken en gaten. Kenzo! Wonderlijke bewoners in de elektriciteitsfabriek in Den Haag. Zoals dit, zo'n beest dat loopt. Ik vind het echt geweldig. En Lieselotte gaat op voor haar fietsdiploma. Ik heb goed gekeken, weer nog een keer gekeken en dan is het heel goed gelukt. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. 25 inwoners van Zevenhoven die dachten op tweede paasdag even lekker rustig een eitje te tikken tijdens het ontbijt, kregen een onaangename verrassing. Ze werden in alle vroegte van hun bed gelicht door de politie. Een plofkraak op een pinautomaat was mislukt, maar er lag nog wel een explosief. Deze pinautomaat van de Rabobank doet het even niet meer. Criminelen kiezen vannacht dit kleine dorpje in het Groene Hart uit voor het plegen van een plofkraak. Omdat ze worden gestoord door de beveiliging, mislukt de kraak, maar er blijft wel een explosief achter. Dat was zeker even schrikken, ja. We waren vanmorgen werd gebeld en politie aan de deur of dat we ons huis willen verlaten. Vanwege de plofkraak die gelukkig mislukt is. Nou ja, ik lag gewoon te slapen en toen was er een lawaai. En het was de bel. En ik dacht, dat kan niet. Sommige mensen waren helemaal verschrikt. Ja, die oudere mensen die denken, wat gebeurt er nou op tweede paasdag? Ja, die denken van, kunnen we uitslapen iedereen en worden we zo vroeg gewekt? De bewoners van deze huizen moeten voor de zekerheid hun huis uit. Even verderop worden ze opgevangen in het dorpshuis. Het had slechter kunnen aflopen, hè? Zeker, het gaat om een zelfgemaakte explosief, wat de bedoeling was om tot ontploffingen te brengen. Dat is gelukkig niet zo ver gekomen. Heeft de EOD is ter plaatse gekomen om het explosief ontklaar te maken en te verwijderen. Is gelukkig ook goed gegaan. De bewoners konden weer terug rond 7:30. Zien jullie dit soort pogingen of plofkraken nou vaker? We zien de laatste tijd inderdaad van dat het met explosieven steeds vaker gebeurt. Daar waar in het verleden de plof geconcentreerd was op de pinautomaat zelf, zien we dat de kraken zelfgemaakte explosieven inzetten. En deze zijn krachtiger, zwaarder en hebben daardoor meer effect voor schade in de omgeving. Een gewetensvraag. Hoe ver ga je om je huisdier te redden? Als dan Burak Aydın uit de heide ligt, heel ver. Zijn kat Kenzo zit al 4 dagen in de spouwmuur van zijn woning. Wat doe je dan? Ja, dan sloop je dus gewoon de gevel. Kenzo! Burak Aydın uit het Westlandse Terheide is al sinds zondag zijn 2-jarige poes aan het roepen in de hoop haar uit de spouwmuur te lokken. De kat ontsnapt naar buiten en op een of andere manier zit ze nu tussen de isolering en de muur van de woning in. Heel af en toe horen ze haar miauwen na de lokroep van het baasje. Kerel, ik kom al miauwen. Zie je zo. Ja, ik ben heel erg gehecht aan haar ook. Ze lopen me altijd achter me langs. Ja, ik wil toch mijn kat terug. Het blijft mijn huisdier. Weet je. Maakt niet uit hoeveel het gaat kosten. Ik betaal het wel. Ik vergoed wel als het nodig is. De brandweer komt in het paasweekend al 2 keer langs. Maar steeds lukt het niet om het dier te bevrijden. Nu is de aannemer bezig om de nok van het huis te halen om te zien waar de kat zit en haar proberen eruit te halen. Buurtbewoners leven mee met het diertje dat vastzit. Ik ben helemaal geen kattenmens, maar ja, dat vind ik zielig. Maar nu gaan ze de nok van het huis afhalen, vindt u daarvan? Ja, gerechtigd. Je moet dat beestje er toch uithalen. Nee, dat vind ik alleen maar goed. Helaas werkt het niet via de nok. Dan de zijplaten van het huis er maar af. Ook dat lukt niet. Er is toestemming om een gat in de gevel te maken, maar dan moeten ze wel weten waar de kat precies zit. Ja, we hebben even de dierenambulance gebeld, kijken wat die gaat zeggen. Maar goed, ze zijn wel bereid dus om een gat in de muur te maken om haar zo er anders eruit proberen te halen. Nu gaan we alles op alles zetten om hem eruit te krijgen. Warmtecamera hebben ze en daar proberen ze, ja, door middel van warmtebeelden de locatie te vinden waar die tussen die muren moet zitten. Het baasje van Kenzo staat onafgebroken buiten, zonder maar wat te gaan eten of drinken. En hij ziet het ook niet meer zitten. Je gaat wel steeds witter zien. Gaat het nog een beetje?
Nee, ik moet eerlijk zeggen van niet, nee. Nee, ik ben best verdrietig, ja. Geloof je dat hij er nog uit gaat komen? Ik hoop van wel. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja. Ik hoop van wel dat ik hem vandaag nog terugkrijg. Ja. Het goede nieuws is, Kenzo is gered. Midden in de nacht is de kat zelf uit de spouwmuur gekropen. Ja, de woningstichting die wil nog wel even een gesprek met Boerak over de gemaakte kosten. Als je verslaafd bent geweest en afgekikt, ja, dan begint het eigenlijk pas. Je moet weer structuur krijgen in je leven en een doel. Bij Brasserie Up werken ex-verslaafden met behoud van uitkering in de keuken en de bediening. Chanel is de dochter van een verslaafde en groeit op met drugs. Een jaar geleden kikt ze af en dat is moeilijk. Maar eenmaal afgekikt begint het moeilijkste, clean blijven. Ik heb wel geluk dat ik hier bezig kan, want weet je, je valt echt in een gat naar een kliniek, weet je wel. Dan ben je clean, wil je je leven oppakken, maar je loopt tegen van alles aan, want je hebt geen geld. Je bent alles kwijt, je hebt geen vrienden, niks. Dus wat moet je dan gaan doen? Dan zit je op de bank voor je uit te staren. En dat is precies waarom eigenaar Willem Govers onder andere Chanel een kans geeft. Omdat ik het heel belangrijk vind dat deze mensen een tweede kans krijgen. Iedereen verdient een tweede kans, vind ik. En zo ervaart Chanel het ook. Hoe moeilijk het af en toe voor haar is om haar leven op de rit te houden. Ik ben hier aan het werken, ik kan van alles leren. Als je dan thuis moe en voldaan komt, dan ziet het leven er wel een stuk leuker uit als een paar jaar terug. Brasserie Up is uniek in de begeleiding van ex-verslaafden. Voor hen is er bijzonder weinig hulp na het afkikken. Dat is gewoon heel weinig om dat eerste jaar te overbruggen. En door middel van de opleiding lekker hard aan het werk, eigen waarde, een doel in het leven weer. Helpen deze mensen in een jaar naar een mbo 2 diploma. En daarna gaan ze aan het werk. Je groeit er hartstikke sterk uit. Ja, dus zo voel ik me soms ook. Soms? Ja, niet altijd. Tuurlijk niet. Nee? Het is nog een lange weg. De historische elektriciteitsfabriek in Den Haag wordt op dit moment bevolkt door bijzondere mechanische beesten en installaties. Kunstenaar Christian Zwaneke heeft er een overzichtstentoonstelling van zijn werk uit de afgelopen 15 jaar. De kunstwerken van Christian Zwaneke puffen, grommen, vliegen, geuren. De kunstenaar krijgt de mogelijkheid om 4 maanden aan zijn creaties te werken in de elektriciteitsfabriek in Den Haag. Dus ik ben hier gewoon gaan wonen, eigenlijk gewoon gaan zitten en ben het organisch heb ik het laten groeien eigenlijk. Met een aantal werken uit mijn oeuvre, zou ik maar zeggen, die ik maar weer helemaal om heb gebouwd, opnieuw heb geprogrammeerd om als het ware een soort nieuwe fabriek, een soort nieuw systeem te ontwikkelen voor deze fabriek. Alle zintuigen worden geprikkeld. Dit gaat niet alleen maar over beweging, het gaat over geur. Kleur en echt aanspreken van alle zintuigen. Ja, het is ook een soort van speelgoed voor grote mensen eigenlijk, als je het zo ziet. Zoals dit, zo'n beest dat loopt. Ik vind het echt geweldig. Het meeste werk zie je eigenlijk niet dat zit erachter. Dat zit natuurlijk in de software en de dingen die ik ervoor schrijf. Dat is in feite meer werk dan het creëren van het werkelijke werk. De tentoonstelling loopt nog tot 30 april, maar bij Christian borrelt het alweer van de nieuwe ideeën. Om nog meer met de planten te gaan doen en de plantstoffen. En de intelligentievormen die ik heb ontdekt in bij de plant en die misschien ook weer in de machine te gaan, met de machine te gaan mengen. Ik denk dat ze in het Westland met gespitste oortjes zitten te luisteren. Ja, ze zijn welkom. Het is vaste prik elk voorjaar. Agressieve zwanen die hun kinderen beschermen. In Leiderdorp, langs een druk fietspad, heeft een zwanenstel een nest gebouwd. En omdat vader nogal beschermend is, worden argeloze voorbijgangers soms aangevallen. Ondanks een hek dat de gemeente om het nest heeft geplaatst. Dit is moederzwaan. En vader is in de omgeving op zoek naar voedsel. Tegelijkertijd houdt hij het nest goed in de gaten. Omdat er klachten komen uit de buurt over het gedrag van pa, heeft de gemeente een hek neergezet. Als er jongen zijn gekomen, dan worden ze wel een beetje opstandig als je daar wil gaan kijken en zo, hoor. Nou staat er een hek omheen, is dat verstandig? Ja, dat is heel verstandig. Een buurtbewoner filmde vanaf haar balkon een aanval van pa op een fietser. Ga
dat is in de algemeenheid wel goed hier, want de gemeente heeft er wel een hek omheen geplaatst. Ja, ik vind van wel persoonlijk. Wij kunnen er rustig langs lopen en zijn ze agressief, ja, dan moet je een beetje groot maken. En dan gaan ze vanzelf weg. Volgens het vogelasiel in Hoogstgeest is het gedrag van vader Zwaan volkomen normaal. Ze dreigen, ze worden boos, ze beschermen hun nest, hun huis, hun kinderen. En dat de zwanen juist hier broeden is niet zo gek. En dan krijg je dus het verhaal, die zwaan komt in de woonwijk broeden, terwijl wij eigenlijk bouwen in hun broedgebied. Buurtbewoner Willem heeft geen last van de zwanen. Integendeel, hij kan uren kijken naar het stel. Nou, ik vind ze mooi. Gewoon als je ziet die trouw naar elkaar. En als je ziet dat ze nest wisselen, dat ze keurig met elkaar praten, kopjes naar elkaar. En gaan die kontjes opzij. De ene zwaan die wisselt met de andere. Het is gewoon heel mooi om te zien. Voorlopig is het koppel nog wel even bezig hier. De jongen blijven nog zo'n 9 maanden bij vader en moeder. In de Zoetermeerse nieuwbouwwijk Rokkeveen staat een prachtige oude boerderij. Althans, nu staat hij nog, maar hij zakt weg. De eigenaren kunnen een renovatie niet betalen. Maar de boerderij staat op de monumentenlijst, dus mag niet gesloopt worden. Het is een bijzonder gezicht. Midden in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen, gebouwd in de jaren 90, staat de bijna 100 jaar oude boerderij Ouderzorg uit 1925. Maar hij is in zeer, zeer slechte staat. Het is eigenlijk gewoon een bouwval. De boerderij is er zo slecht aan toe omdat er gebouwd is op veengrond. Deze scheuren die met de scheur aan de buitenkant, je hoeft er maar een duwtje aan te geven of dat hele stuk boven het raam, dat valt maar van naar buiten toe. Nadat de nieuwbouwwijk Rokkeveen is verrezen, is de waterhuishouding veranderd en is de grond gaan inklinken. En de veenlagen onder de boerderij, die zijn gaan klinken en die zijn gewijzigd, waardoor de boerderij, die niet op palen staat, aan alle kanten is gaan scheuren. De boerderij zou behouden kunnen worden, maar dat kost een flinke zak met geld. Ik heb ook begrepen dat dat herstelbaar is, dat het wel 1,5 à 2 ton gaat kosten. Volgens Nico Vollebrecht kost dat veel meer. Nou, ik zit zo aan 1 miljoen euro. De boerderij heeft 1,5 jaar te koop gestaan, maar zonder succes. En omdat de boerderij in zo'n slechte staat is, willen de erven van Vollebrecht de boerderij slopen. Maar dat kan niet, omdat de boerderij een monument is. We zijn erg begaan met het historische en het erfgoed van Zoetermeer. En hier dreigt een van onze 149 monumenten te verdwijnen. Dus daarom zijn wij in verzet gekomen. Wij hebben gevraagd aan de gemeente om hem inderdaad van de monumentenlijst af te halen. Maar de gemeente is daar in eerste instantie niet happig op. En die heeft in eerste instantie ook ons verzoek niet ingewilligd. Voor 3 mei moet het college van Zoetermeer een besluit gaan nemen over het ingediende bezwaarschrift van de familie Vollebrecht. En dus over de toekomst van de boerderij. Nou ben ik niet echt een brokkenpiloot met de auto. Heb ook al behoorlijk wat schadevrije jaren. Maar om nou 40 jaar lang met een tram van 30.000 kilo door een drukke stad te rijden, zonder ook maar een deukje of een krasje, daar neem ik mijn petje voor af. En dat doet ook de Haagse vervoerder HTM. Deze week zetten zij de oud-trambestuurder Leen Bal daarom in het zonnetje. De 65-jarige Leen Bal is vorige maand met pensioen gegaan. Achter het stuur zitten is er daarom niet meer bij. Maar na zo'n 1,1 miljoen kilometers rijden op de tram heeft hij zijn sporen wel verdiend. Ik heb 43 jaar hier gewerkt en 40 jaar schadevrij. Nou, dat je dan 28 keer de aarde rondrijdt, nou, dan heb ik het wel goed gedaan. Vind ik tenminste. Gelukkig voor de HTM is hij niet de enige die schadevrij rijdt. We hebben dit jaar 236 trambestuurders die 15 jaar of meer schadevrij hebben gereden. Bij elkaar opgeteld 3780 jaar schadevrij. Maar hoe doe je dat? Geen risico's nemen, dat je denkt van nou, ik kan het even meepikken, niet te hard over wissels rijden. Ook denken wat kan een medeweggebruiker doen. Maar niet je eigen druk maken en gaan jagen, want dan maak je juist brokken. Grootste bron van ergernis voor een trambestuurder zijn de fietsers. Die zijn ergens onberekenbaar. Al moeten ze bij je in de tram stappen, waar ze spreken, maar ik bedoel, ze rijden als gekken langs je heen. Voor je langs, ze komen van links en rechts door rood. Het is gewoon inschatten en verder kijken dan je neus lang is. Wil je allemaal check-out doen, please? Het zal u misschien opgevallen zijn als u om me heen kijkt. Het Corso-virus heeft weer toegeslagen in de Bollenstreek. Zo'n 1000 mensen zijn hier de afgelopen dagen keihard aan het werk geweest om de praalwagens
dit weekend weer te laten schitteren. Tijdens alweer de 70ste editie van het Bloemencorso. En daar hadden ze best lol in. Het is hier echt een groot feest. We zijn vanmiddag allemaal begonnen, heel spontaan, met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En je ziet het resultaat. Het mag gewezen. Ik denk dat hier zo'n 1000 mensen bezig zijn, 2 dagen lang, nou ja, net nog niet in de nacht, om al die bloemen erop te zetten. Voelt het dan niet een beetje als die garnalenpeller uit Zeeland? Zoiets, zo kun je me even vergelijken, ja. Ja. Maar ja, goed. Kijk eens hoe het opschiet. Dus met z'n allen komen we best wel ver vandaag. Dus, ja. Aanrandingen, bedreigingen, scheldpartijen, vernielingen en diefstal. Het zou goed mis zijn in het Zuiderparkpad in Den Haag. Medewerkers en oud-medewerkers hebben een brandbrief geschreven aan de gemeenteraad van Den Haag om de misstanden aan de kaak te stellen. En ook bij Omroep West komen de verhalen binnen van slachtoffers, zoals die van Sharon. Ik ging met mijn vriendinnetje naar het zwembad in Zuiderpark en wij zijn erheen gegaan, er komt een groep Marokkaanse jongeren achter ons aan het zwembad in en die zeiden gedag. Dus ik denk, nou weet je, we zijn de moeilijkste niet, we zeggen gewoon gedag terug. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We gingen het zwembad in en mijn nichtje zei nog, die leveren problemen op, geloof me mij. Nou, vervolgens komt er een Marokkaan heel dicht op mij zitten en die gaat aan mijn been zitten en die gaat steeds verder omhoog. Dus waarop ik automatisch zijn hand wegsla. En vervolgens doet hij dat gewoon weer en hij zit gewoon aan mijn kruis en ik zie dat de badmeester mij zit aan te kijken en ik kijk hem aan en hij draait gewoon zo zijn hoofd weg. Dus waarop ik het bad uitstapte naar de badmeester. Ik zeg, dat heb jij toch ook gezien? Maar wat dan, mevrouw? Ik denk, nou weet je, deze discussie ga ik gewoon niet aan. Weet je, dat werkt niet. Groepen jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst die het personeel en de badgasten terroriseren. Dat is het beeld dat de 20 medewerkers en ex-medewerkers schetsen in een brief. Die brief is met naam en toenaam ondertekend door 1 oud-medewerker en wordt gesteund door 20 anonieme medewerkers en voormalige medewerkers. Sinds de opening van het bad in 2000 zouden er al problemen zijn. En veel wordt weggewuifd. Wij lopen naar de kluisjes en vervolgens komen die 2 Marokkaanse jongeren achter ons aan. En eentje die pakt me bij mijn armbeet en die begint mij te zoenen waarop ik hem wegduw. En hij pakt me bij mijn keel en hij zegt, als ik iets wil, dan krijg ik het toch wel. Dus hij duwt mij dat hokje in. Hij heeft hem gelukkig niet dicht gedaan. Dus waarop mijn vriendinnetje gewoon keihard die deur heb opengeduwd. En schijnbaar zijn ze daarvan geschrokken. Ik ben naar de badmeester gelopen en de badmeester zegt, of ik zei tegen de badmeester, ik heb net gewoon klappen gehad van die groep Marokkaanse jongeren die hier zaten. Dus de badmeester zegt, nou dat zal je zelf uitgelokt hebben, want het is in de kleedhokjes gebeurd. Het probleem zit hem vaak in de cultuur van een sportvereniging of een zwembad. Dat het toch een soort sfeer is van, ja, alles mag en alles kan. En er zijn heel onduidelijke gedragsregels. Het is heel belangrijk dat het management van een zwembad of van een sportvereniging beleid ontwikkelt en duidelijk maakt van, wij staan hiervoor. Wij vinden veiligheid heel belangrijk. En dat dan vervolgens ook via medewerkers en via gedragsregels doorgeeft. Ik wil nog even de gegevens van de politie afwachten om te kijken van wat voor incidenten het precies waren. Maar er zijn heel veel suggesties, hè, van pasjes systeem tot weet ik niet wat. In ieder geval heb ik gemeend om daar de beveiliging goed te versterken in ieder geval. Dus er zijn beveiligers daar dus nu neergezet. En we gaan de komende periode kijken of het inderdaad opportun is om een pasjes systeem te hebben of allerlei andere zaken. Maar dat er iets gaat gebeuren, daar kunt u erop aan, ja. Links kijken, rechts kijken, over je schouder, je hand uitsteken en dan niet die eenrichtingsweg vanaf de verkeerde kant inrijden. Er komt heel wat bij kijken bij het verkeersexamen dat 4800 leerlingen uit groep 7 in Den Haag deden. En misschien wel extra veel voor de kinderen van basisschool Het Avontuur, de school voor speciaal onderwijs. Met nummer 23 gaat Lieselotte de wedstrijd winnen. Een beetje zenuwachtig, dat wel. Ja, een beetje. Maar het gaat wel heel goed lukken. Na een fietscontrole, bijna alles goed. Behalve met mijn banden, want die moeten nog gepompt. Want we hebben geen tijd, anders waren we eigenlijk te laat. Oké, met platte banden de beheersproef. En dan de straat op onder toeziend oog van wethouder Saskia Bruines.
het is voor, juist misschien voor kinderen speciaal onderwijs dat het heel goed is dat ze ook zelfstandig ergens naartoe kunnen fietsen. En ik zie dat ze het hartstikke goed doen. Dus dat is geweldig om te zien. Na 10 minuten is ze er weer. Heeft ze het gehaald? Ja, ik ging heel goed naar rechts en naar links en naar achteren een soort een beetje kijken. In het begin had ik goed naar achteren gekeken en toen, oh, ik heb goed gekeken, weer nog een keer gekeken en dan is het heel goed gelukt. Tja, wat moeten we zeggen over het weer van deze week? Het ziet er overdags zomers uit, maar 's morgens voelt het nog als winter. En dat is precies wat je terugziet in de prachtige weerfoto's van deze week. Through the corridors asleep, past shadows dark and deep, my mind dances and leaps in confusion. I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion. So I'll continue to pretend my life will never end. And flowers never bend with the rainfall. A mirror on my wall casts an image dark and small, but I'm not sure at all it's my reflection. I'm blinded by the light of God and truth and right, and I wander in the night without direction. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. No matter if you're born to play the king or pawn, for the line is thinly drawn between joy and sorrow. So my fantasy becomes reality, and I must be what I must be and face tomorrow. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. Afgelopen week hadden we een afwisseling van bewolking en zon. En Peter Schoonakkers uit Gouda heeft dat mooi vastgelegd. Afgelopen dinsdagochtend, kort na zonsopkomst, hij wint ermee de foto afgedrukt op canvas. En u weet het, wilt u ook een keer winnen? Blijf uw weerfoto's dan opsturen naar weer@omroepwest.nl. En dit is het voor deze week. Volgende week zaterdag is er natuurlijk weer een nieuw TVWest weekoverzicht. Het actuele nieuws kunt u tot die tijd blijven volgen via omroepwest.nl, onze nieuwsapp, Facebook en Twitterpagina's en natuurlijk via de collega's van 89.3 Radio West. Voor nu, vanuit Sassenheim, een heel fijn weekend.